Bewoners van de Harde Ringweg willen weten waar ze aan toe zijn. Gaat Defensie nou wel of niet een kazerne bouwen op de plek van hun huizen en bedrijven? Het is een moeizaam jaar voor witloftelers. Eerst was het te droog en later juist weer te nat. De witlofwortels hadden er zwaar onder te lijden. Ze gaan twee weken praten, de overgebleven coalitiepartijen in Almere. Dat doen ze onder leiding van oud-burgemeester Han Noten van Dalsen. Hij moet het hele proces in goede banen gaan leiden. Het is maandag 19 februari en dit is Flevoland. Goedenavond. Mensen van de Harde Ringweg in Lelystad en Biddinghuizen zijn bezorgd over hun toekomst. Defensie heeft hun grond aangewezen als mogelijke plek waar een enorme kazerne komt te staan. De bewoners mochten een zogenaamde zienswijze sturen om Defensie te vertellen waarom hun land niet opgeofferd mag worden. Ze willen namelijk niet weg. Maar de onzekerheid van nu zorgt voor veel onrust. Defensie is door heel Nederland en dus ook in Flevoland op zoek naar nieuwe gebieden die ze misschien wil gebruiken. Bijvoorbeeld voor de opslag van munitie, maar ook voor een grote nieuwe kazerne. Even voor kerst viel bij huishoudens aan de Harde Ringweg tussen Lelystad en Biddinghuizen een brief op tafel waarin staat dat ook hun gebied eventueel de plek wordt voor een grote kazerne. Alles wordt even overhoop gegooid. Bezorgde buurtbewoners zijn bij elkaar gekomen om te overleggen wat nu te doen. Maar ja, ze weten eigenlijk nog precies... niks. Want je weet alleen dat Defensie misschien iets met je grond wil. Met de plek waar je woont en werkt. Dat is eigenlijk het probleem, dat je onwetend bent. En ze zeggen dan, we lopen de zienswijze, je moet een zienswijze in gaan dienen. Nou, dan moet je eerst maar gaan bedenken, ja, wat ga ik daarin zetten? Dat we hier hele mooie landbouwgrond hebben, ja, die hebben we overal in de polder natuurlijk. Dus er zijn meerdere zoekgebieden aangewezen in de polder. Nou, het zijn allemaal mooie landbouwgebieden, dus dat heb je niet als uniek hier. Het valt de mensen rauw op hun dak. Door alle ellende in de wereld snapt omwonende Maurice Prins de noodzaak van uitbreiding van ons leger. Wat me heel erg afvraag is, huidige locatie. Wat is daar aan de hand dat daar niet uitgebreid kan worden of geherstructureerd kan worden? Daar ben ik benieuwd naar. Wat is de argumentatie dat ze hier naartoe willen? We zitten hier 4 meter onder zeeniveau. Dus als je hier iets met defensie gaat doen en de vijand wil wat, dan is het de dijk kapot schieten en... de boel zat onder water. Dus wat is het argument dat ze hier naartoe komen? In mijn geval, ik ben hier geboren aan deze straat. We hebben het bedrijf van mijn vader overgenomen. Ik heb zelf weer 3 zonen die ook graag boer willen worden. Nou, dan heb ik zoiets van, ja, als wij hier weg moeten, hoe gaat dat verder? De brief met het nieuws kwam van de gemeente. De mensen vinden het raar dat ze nog niets van Defensie hebben gehoord. Dat willen ze wel graag, iets meer duidelijkheid. We hopen natuurlijk wel dat Defensie zo snel mogelijk antwoordt op onze vragen ook. Het is ook belangrijk, hè, dat we zekerheid krijgen. Hè. Ook al zou het hier komen, dan heb je zekerheid. Dan weet je waar je aan toe bent. Ja, je kunt nou niet uitbreiden, je kunt niks, want je wilt er eigenlijk geen energie in steken. Zeg moet, dan moet je weg. Dan zullen er oplossingen, maar daar kun je ergens over praten. Nu weten we eigenlijk niet goed waar je over praat met z'n allen. Want de buurt weet nog niks, we weten net zo, de gemeente weet niks, de provincie weet eigenlijk nog niks. Dus je weet eigenlijk niet één van allen waar je aan toe bent en waar je over kunt praten. Na de zomer moet duidelijk worden wat Defensie waar gaat doen in de provincie. En of er überhaupt iets naar Flevoland komt, is dus nog de vraag. Het is deze week 2 jaar geleden dat er oorlog uitbrak in Oekraïne. Er kwamen toen Oekraïners naar Nederland, onder meer naar Urk. Ze voelen zich er inmiddels aardig thuis. De kinderen gaan er naar school en ouders zijn aan het werk. I like Urk. Ina Plushnik woont bijna 1 jaar op Urk en geeft fitnessles. Dat deed ze ook al in Oekraïne, maar nu dus hier. Fitness is mijn liefde. Всегда fitness мне помогал выйти из тяжелой ситуации. Всегда fitness помогал моему мозгу. А, соответственно, мозг помогает моему телу быть в ресурсном состоянии. И я готова этим делиться, чтобы люди тоже могли преодолеть стресс, войти в систему такой жизни, чтобы они понимали, что происходит с их телом, и вовремя ему помогали, чтобы была профилактика здоровья, мощная профилактика здоровья. Plushnik is een van de zo'n 100 Oekraïense vluchtelingen die op een schip in de haven van Urk wonen. De mensen proberen zo goed en kwaad als het gaat het leven hier een beetje op te pakken.
Veel werken in de visindustrie, maar ook op andere plekken zijn ze aan de slag gegaan. Veel vluchtelingen voelen zich intussen best een beetje thuis. Al vanaf het begin gingen ze werken, maar na het halve jaar gingen ze ook kijken van misschien wil ik dit werk niet altijd blijven doen. Het was tijdelijk, maar misschien als ik iets meer aan de taal werk, tot ik dan ook een andere baan kan hebben wat misschien meer past bij wat ik in mijn thuisland deed voor werk. En ook voor de kinderen bijvoorbeeld gingen ze vragen over onderwijs of zo, dat de kinderen goed onderwijs. En de moeders waren er ook best gedreven op dat de kinderen goed Nederlands leren praten. En de meesten kunnen ook al best heel goed Nederlands praten. Zoals Plushnik als fitnesscoach werkt, is een andere Oekraïense, Irene Kopetko, aan het werk als een kapster en nagelstyliste. To make woman and man beautiful and happy. Kopetko mist haar thuisland, maar is heel dankbaar dat ze hier mag zijn. En is vol lof over de Urkers. I'm happy to be here. Very, very good person in Urk live. They open arms for us. I think they open heart for us. Really, they touch my heart and heart my family. They give me all I need. In Ukraine, the situation is really difficult. Now I don't think about something dangerous. I can relax and to enjoy for life. I don't want to change another city, never. I don't want a big town, Rotterdam or Amsterdam, it's not for me. Urk is the best, really. Het beste maken uit een heel verdrietige situatie. De Oekraïners op Urk doen het. En een kort ander nieuws. De coalitiepartijen in Almere zeggen 2 weken de tijd nodig te hebben om aan te geven hoe het verder moet met de coalitie. Nadat de ChristenUnie zich vorige maand terugtrok, hebben de overgebleven coalitiepartijen geen meerderheid meer. De komende 2 weken worden gesprekken gehouden onder begeleiding van de oud-burgemeester van Dalfsen, Han Noten. En er wordt ook gekeken of bestaande afspraken nog wel haalbaar zijn, nu er steeds meer bezuinigd moet worden in Almere. 4 mannen zijn in november opgepakt omdat ze voorbereidingen pleegden om via Lelystad Airport cocaïne te smokkelen. Blijkt uit stukken van de rechtbank Noord-Holland en informatie van het Openbaar Ministerie. Een van de opgepakte mannen wordt ook verdacht van betrokkenheid bij 2 explosies aan de Hofmark in Almere Haven. Het bekende Noordoostpolderdicté is niet meer. Maar een nieuwe opzet moet de talenavond weer populair maken onder jong en oud. Op 18 maart, dat is de eerste avond van de Boekenweek, wordt in Theater het Voorhuis de Grote Polder Taalquiz georganiseerd. En behalve voorspelling is er dan ook ruimte voor liedjes, gedichten, veelgemaakte taalfouten en dialectwoorden. Witlofkwekers hebben het zwaar. Daardoor ligt er straks minder witlof in de schappen. Er is dit jaar een stuk minder witlof dan normaal. Dat komt doordat de oogst van de witlofwortels, die voor een groot deel in Flevoland worden geteeld, dit jaar heel slecht is. Ja, dit is wel echt een extreem slecht jaar. Eigenlijk alles wat fout kan gaan, lijkt op één bult fout te lopen, zeg maar. En zo'n tekort aan witlofwortels hebben we eigenlijk nog nooit gehad. En qua ziektedruk is het ook wel echt extremer dan andere jaren, ja. Ja. De komende tijd komt er 15% tot 20% minder witlof op de markt. Witlof is in principe het hele jaar te koop, omdat de wortels waaruit de plant groeit na het oogsten in koelcellen worden bewaard. Deze witlofpennen zijn dus afgelopen herfst gerooid. Die zijn gesorteerd, zijn hier de koelcel ingegaan en hier bewaren we ze dus jaar rond onder nul. En van hieruit halen we elke week een klein beetje eruit, wat we dan in de kwekerij zetten, waar we verse witlof op kweken, zoals je dat in de supermarkt kan vinden. Maar daar liggen nu een stuk minder wortels dan normaal. En dat heeft een aantal oorzaken. Dus in mei, juni, als we normaal witlof zaaien, was het kurk droog, harde oostenwind. Dus we hadden een hele moeilijke opkomst, met eigenlijk als resultaat te weinig planten per hectare, waardoor we eigenlijk al op een achterstand begonnen. En dan hadden we een vrij normale mooie zomer. Nou, ik denk, dan gaan we rooien. En tot half oktober ging dat goed en daarna werd het zeik nat. Dus ja, de rooiomstandigheden waren heel beroerd. Daardoor hebben we gewoon een tekort aan witlof. Er is wat meer in het veld blijven staan. We hebben niet alles kunnen rooien door de nattigheid. En daardoor zitten we nu gewoon met een tekort van rond de 15-20% aan witlofwortels. En die wortels zijn door het natte najaar ook vatbaarder voor ziektes als Phytophthora.
Nou, hier zie je dus al verschillende wortels met een Phytophthora-aantasting. Je ziet hier dus dat hij geen krop opgroeit. Kijk, ook aan de onderkant is die wortel gewoon niet gezond. Die is een beetje aan het rotten hier. Als ik hem door midden breek, kan je het wel zien. Kijk, deze is helemaal ziek. Dus hier gaat geen witlofkrop meer op groeien. En dat is meer dan normaal? Dat is meer dan normaal, ja. Ja, normaal zit er wel eens een enkele in een perceel, maar we hebben nu partijen erbij met 10-20% en misschien nog wel meer de komende tijd. Want dit probleem wordt erger naarmate ze langer in de koeling zitten. Resultaat is dat er de komende tijd minder witlof in de winkels zal liggen. Maar de witlof wordt niet meteen heel duur. Nou ja, kijk, de beschikbaarheid van witlof is misschien iets lager, maar qua prijs is het, denk ik, dat het meevalt. De meeste supermarkten hebben langjarige contracten. Dus die zijn al afgesproken voordat echt de problemen bekend waren. Natuurlijk is witlof wel wat duurder geworden de laatste jaren vanwege de kostenstijgingen waar iedereen mee te maken heeft, en zoals wij ook. Het witloftekort zal naar verwachting na nieuwe oogst van witlofpennen in november weer opgelost zijn. We richten eigenlijk nu onze blik alweer op volgend jaar en hopen op een beter groeiseizoen. Goede spullen en apparaten die het nog goed doen kunnen inwoners van Almere inleveren bij het recycleperron. Daar worden de goederen apart van al het andere grofvuil ingenomen. Alles wat nog bruikbaar is, gaat naar de kringloop of naar goede doelen. De nieuwe inzamelmethode is vandaag gestart. Hi, goedemorgen. Goedemorgen. De situatie is een beetje veranderd, zoals u kunt zien. Wij zijn hier herbruikbare spullen aan het verzamelen om ze een tweede leven te geven. Wat hebben jullie bij je? Een oud bureaulampje. Oké, mooi. En hij doet het ook nog. Ik heb de stekker erin gedaan. Hij doet het ook nog. Oké, super. U kunt doorrijden naar mijn collega's. Dan helpen zij verder. Nou, mooie lamp. Heeft jarenlang trouwe dienst gedaan. Maar nu geschikt voor hergebruik. Mag ik hem aan jou geven? Ja, zeker. Doet hij het? Hij doet het. Ja, ik heb hem getest. En er zitten zelfs twee standen op. Nou, super. Dan zetten we hem of naar de kringloop of we brengen hem naar het voedselloket. Ik ben hier de projectleider van dit project. Samen hebben wij dit perron ontwikkeld. Daarvoor hebben we heel veel onderzoek gedaan op het perron. Hebben we ook met de heren van het perron gekeken van wat komt hier nu eigenlijk allemaal binnen. En we zagen dat er heel veel spullen nog hergebruikt kunnen worden. En vanuit daar zijn we dit op gaan bouwen. Ja. Dat ziet er hartstikke goed uit. Zal ik die van u aannemen? Ja hoor, dat is prima. Oké, top. Er komt hier natuurlijk afval binnen. Dit is een recyclingperron. Dat wordt met name verbrand en ja, dat willen we gaan voorkomen. We willen gewoon in het kader van duurzaamheid en circulariteit willen we producten innemen. En deze of hergebruiken zodat het naar een kringloop kan of naar een goed doel. Maar ze kunnen bijvoorbeeld straks ook stenen of dergelijke inleveren en daar kan dan weer een hele bestrating van gemaakt worden. Dag meneer, ik zie u heeft nog wat bruikbare spullen meegenomen. Ja, inderdaad. Wat is het? Het is een boormachine en het zijn show de boelballen. Ja. Dus ja, dat wilde u graag vanaf? Ja, op een gegeven moment is iets overbodig, dus dan moeten we er toch maar vanaf. Ik had nog wat spullen staan en in plaats van het weg te gooien dacht ik, nou, ik gun het een ander. Wat is het, een kinderwagen? Het is een kinderwagen en een campingbedje. Mijn kleinkinderen zijn inmiddels zo groot dat ze het niet meer nodig hebben. Dus dat, En u wist ook dat u dat vandaag hier naartoe kon brengen? Nee, ik had gegoogeld, want ik wilde het niet zomaar weggooien en toen zag ik dat ik het hier weg kon brengen. Maar dat het standaard hier weggebracht kan worden, dus dat vond ik wel heel fijn. Normaal kon je het altijd gewoon letterlijk weggooien, maar nu wordt het ook echt hergebruikt. Ja, dat vind ik fantastisch. Hoe mooi is dat? Pas op je rug hoor. Wat is bruikbaar? Voor mij is het allemaal oud gereedschap wat ik nu wil. Ik vind het ook. Je mag het naar boven brengen. We werken als Almere hard met onze inwoners samen om een stad zonder afval te worden. Dus dat begint met goed afval scheiden thuis. Maar dan zou je zeggen, dat kun je toch ook naar een kringloop brengen? Dat klopt, alleen die nemen alleen maar een specifiek aantal producten aan in een bepaalde staat. Hier kan je in principe alles wegbrengen. En dingen die de kringloop of andere partners niet willen hebben, kan je dan gelijk verderop op het recyclingperron alsnog inleveren om helemaal uit elkaar te halen. Te recyclen. Ja, eigenlijk zou je niet meer naar de kringloop hoeven, want je kunt alles hier meenemen en wat bruikbaar is, dat wordt hier apart gelegd. Ja, dat is wel de bedoeling. We willen echt het gebruiksgemak vergroten voor de inwoners en op die manier ook het aantal herbruikbare producten echt flink laten groeien. En dit was Flevoland Vandaag. Ik wens je voor nu nog een fijne avond en heel graag tot morgen. Dag.